Vandaag maken we kippensoep zoals bij de Chinees. Het is momenteel weer goed koud buiten. Maar ja, dat hoort natuurlijk bij de herfst. Maar dat is de perfecte tijd voor een lekkere kippensoepje. De kippensoep van vandaag is volgens het recept van mijn vader, maar dan net een tikkeltje anders. In het restaurant gebruikten we hele kippen, omdat we grote hoeveelheden kippensoep serveerden. Maar vandaag maken we een simpele en snelle thuisversie van de kippensoep. Maar de smaak blijft wel helemaal hetzelfde als de kippensoep van ons restaurant. Het mooie van de kippensoep van vandaag is dat je echt maar een paar dingen nodig hebt om het klaar te maken. Deze ingrediënten, die vind je net zoals altijd terug in de beschrijving onder deze video. Laten we maar lekker gaan koken. Let's go! Voor onze kippensoep gebruiken we 1 kippenbout. En deze gaan we nu eerst wat kleiner snijden. Nadat we de kippenbout kleiner hebben gesneden, gaan we het zonder olie in een wok aanbakken. Hiervoor leggen we de stukken kippenbout met het vel aan de onderkant in de wok, zodat het vet eruit gesmolten wordt. Wanneer het vel van de kip mooi goudbruin en goed droog gebakken is, draaien we ze om en bakken nog even de andere kant. Als je beide kanten van de kip mooi aangebakken hebt en er een goede hoeveelheid vet uitgesmolten is, doen we een schijfje gember van ongeveer 4 gram en een lente-ei van ongeveer 15 gram in het vet en bakken dit even mee. Op het moment dat je ziet dat de gember en lente-ei ook een kleurtje begint te krijgen, gieten we 1,5 liter kokend hete water in de wok. Als je bang bent dat je soep te vettig wordt, kan je ervoor kiezen om nu het vet uit de wok te verwijderen voordat je het water toevoegt. Nadat het water is toegevoegd, doen we de deksel op de wok en laten de soep op middelhoog vuur voor 20 minuten koken. Terwijl de soep aan het koken is, gaan we wat gebakken eierslierten maken. Hiervoor gebruiken we 2 eieren die we met een snufje zout klutsen. Vervolgens smeren we een pan in met een laagje olie, giet wat van het geklutste ei in de pan en zorg ervoor dat de gehele oppervlakte van de pan ermee bedekt wordt. Bak het ei op laag vuur. Het is klaar wanneer er geen vloeibare ei meer te zien is. Ik heb in totaal 3 gebakken eiervellen gemaakt. Deze ga ik nu oprollen en in slierten snijden, zodat het straks bij de kippensoep kan. En dan gaan we nu wat mihoen bakken. Je kan hiervoor elk willekeurig soort mihoen gebruiken. Trek zoveel mihoen als je zelf wilt uit de verpakking en bak dit in een laagje hete olie. Test de temperatuur van de olie door er een mihoensliertje in te doen. Wanneer deze meteen mooi uitzet, dan is de olie heet genoeg. Draai tijdens het bakken de mihoen ook even om, zodat je geen rauwe mihoen overhoudt. Oké, we gaan weer terug naar onze kippensoep. Deze heeft 20 minuten gekookt nu. We halen de stukjes kip, gember en lente-ei eruit en halen de soep even door een zeef. Voeg vervolgens wat zout en zwarte peper naar smaak toe aan de soep. En dan gaan we wat stukjes kipvlees voor onze soep voorbereiden. Hiervoor halen we het vlees van de gekookte kippenbouten af en snijden dit vervolgens in kleine blokjes. Dan hebben we nu alles voor onze kippensoep voorbereid en kunnen we het gaan samenstellen. We doen wat kipblokjes in een kom, daarbij wat eierslierten, gebakken mihoen en wat gesneden prei. Hier doen we uiteraard een paar scheppen van onze heerlijke kippensoep bovenop en dan is het genieten geblazen. Eet smakelijk! Wauw, deze kippensoep is echt heerlijk. Ik krijg het er meteen een stukje warmer van. Hij is heel simpel en snel klaar te maken, maar heeft alles wat je van een kippensoep verwacht. De kipstukjes, gebakken mihoen en de eierslierten. Och, echt super lekker. Hij is precies zoals die van de Chinees, dus onwijs lekker. Dit was het recept voor vandaag. Ik raad jullie allemaal aan om deze kippensoep, zoals bij de Chinees, een keer zelf thuis klaar te maken. Het is
echt de moeite waard. Vooral nu het buiten zo koud is. Ik ga hier lekker verder van genieten. Tot de volgende keer!